Goedenavond, leuk dat je er weer klaar voor zit. Wij hebben een hele leuke modeshow voorbereid. We zijn hier vanavond in Dalfsen en je merkt dat het ander weer wordt. Het is ook alweer donker buiten, dus de herfst komt er nu echt aan. En ik hoop ook dat jij daar een beetje klaar voor bent. Ik hoop ook dat je een beetje ruimte hebt gemaakt in je kast, dat je weer een beetje overzicht hebt. Wat is nog leuk, wat kan nog mee naar dit nieuwe seizoen en waar kan je eigenlijk wel afscheid van nemen? Dat is toch altijd wel een belangrijk ding zo aan het begin van het seizoen om een beetje orde te scheppen. Vooral voor jezelf, zodat je dan niet 's morgens echt heel ingewikkeld moet zoeken voordat je uiteindelijk je outfit hebt gevonden. Nou ja, voor nieuwe outfits moet je natuurlijk bij ons zijn, maar dat wist je al. En ik zei het al, we hebben een aantal hele leuke outfits hier voorbereid. We hebben een nieuw Studio Analoes binnen. We hebben nog een aantal nieuwe jassen binnengekregen, onder andere. En eigenlijk een nieuwe set van pools trouwens, ook heel erg leuk. En dat gaan we allemaal laten zien. Het wordt kleurrijk ook, maar ja, natuurlijk ook wat ingetogen kleuren, want ook dat wordt bij het najaar. Maar ook heel kleurrijk, dus ik ben benieuwd wie daar voor in is. Nou, we gaan vandaag ook wat weggeven. Ik mag vandaag een spijkerbroek verloten. En dat is er eentje van het merk Garcia. En dan kan je misschien denken, hé, dat ken ik nog wel van vroeger of zo, want ze bestaan al wel heel erg lang. Maar ze hebben helemaal een facelift gekregen. Ze hebben een hele leuke collectie gebracht voor komend zomer. Dus dat duurt nog heel erg lang, maar die hebben we ingekocht, kan ik je vast verklappen. Dus we krijgen straks een mooie Garcia collectie bij ons hier in huis. Maar nu, op dit moment, hebben we een aantal goede spijkerbroeken van het merk in huis. Alleen hier in Dalfsen. Dus als je hem wilt proberen, dan moet je hier naar Dalfsen toe komen. En dan kan je jezelf eens eventjes overtuigen van hoe fijn ze zitten. We hebben ze vanavond zelf even doorgepast. En wij vonden ze allemaal heel erg fijn. Dus ik hoop dat jij dat ook zo vindt. In elk geval is er eentje te winnen vanavond. Dus als jij denkt van, hey, maar zo'n leuke spijkerbroek, die wil ik wel winnen vanavond. Dan mag je natuurlijk even reageren. En dan verloten we er zometeen over een kwartiertje eentje. En dan ben jij misschien wel de winnares. Nou, er komen natuurlijk een aantal van deze broeken voorbij vanavond. En dan zal ik ze ook zeker benoemen. En tot die tijd laat je maar lekker onderdompelen in de mooie najaarscollectie. We gaan beginnen met onze Jennifer. En Jennifer die heeft een jas uit het rek gepakt die vandaag natuurlijk weer vers van de pers binnenkwam rollen. En dit is een hele leuke uit de collectie van Rino en Pelle. Het is een teddyjasje. En een hele mooie groene tint. Ik weet niet zo goed of je dat nu op beeldscherm echt goed kan zien. Ja, komt aardig overeen. Maar het is een hele mooie groene tint en hij is ook heel erg lekker warm. Want hij is aan de binnenkant gemaakt van imitatieleer, dus het glijdt makkelijk over je kleding. Dat is ook wel handig. En dat zorgt natuurlijk ook dat je je lichaam lekker warm houdt. Het is een beetje een combinatie tussen een soort van blazerachtig model en een overshirt, zoals we dat op dit moment zoveel zien. Nou, daaronder zit ook iets nieuws. Want we hebben hier in Dalfsen sinds deze week een nieuw merk in huis en dat heet Kenny S. Nou, ik weet niet of je er bekend mee bent, maar Kenny S is een heel leuk sportief merkje. En dat gaan we als try-out hier in Dalfsen introduceren. En dit is een jurkje die er bijvoorbeeld uitspringt. Een mooi zwart sweatjurkje met een ronde hals en leuke grote zakken zo ervoor op. Mooi ritsje langs de halslijn. Dus het lijkt heel eenvoudig zwart, maar toch zitten er een aantal hele leuke accenten op. En Jennifer heeft ervoor gekozen om hem te combineren met een mooie sjaal. Goede lengte, knielengte. En wat fijn is om te weten is dat deze collectie van maat 36 tot en met maat 46 gaat. Dus het is voor heel veel dames een hele leuke, een heel leuk merk, denk ik. De boots die Jennifer daarbij draagt, die komen uit de collectie van Dwars. Nou, zei Miranda hier net tegen mij, ja, er zit hier in Dalfsen ook een schoenenwinkel, die heet Dwars. Dus dat moeten de mensen niet gaan verwarren, want het is dus niet van die schoenenwinkel. Het is echt uit onze eigen collectie en het merk heet toevallig ook Dwars. Dus we hebben Dwars schoenen bij Kampsmode. Dankjewel voor je eerste ronde. Dan gaan we kijken naar Miranda. Ja, we hebben er twee in de collectie. Hè. We hebben twee Miranda's hier in Team Dalfsen. Dit is de eerste Miranda van vanavond. En ja, die heeft een hele mooie jas aan. En een mooi geruit model. Ja, ruiten zien we natuurlijk heel veel op dit moment. En dit is dan weer niet echt een overshirt. Dit vind ik dan weer echt meer een blazer. Mooi met die grotere ver en een mooie rij knopen. Daarbij natuurlijk een lekkere warme sjaal. Ja, en als je dan een hele bonte jas hebt, want dit is best wel bont hè, qua print. Dan is het natuurlijk mooi om daar gewoon lekker een zwarte sjaal bij te combineren. Wat zit eronder, Miranda? Laat ons niet langer in spanning. Moet ik even wat van je aannemen? Kijk, hij is ook nog eens heel mooi gevoerd met lichtblauw. Die jas is wel leuk om eventjes te laten zien. Want ook in de ruit zit een lichtblauw lijntje verwerkt. Dus het lichtblauwe komt hier echt in terug.
Ja, en dat combineert dan gelijk natuurlijk mooi met jeans. Dan gaan we eerst even naar je broek kijken, want dit is dus zo'n Garcia jeans. Miranda draagt een klein maatje, dus het is maatje 27. Maar deze hebben we natuurlijk in alle maten verkrijgbaar. En dan zou dit zomaar de broek kunnen zijn die jij hier komt uitzoeken, omdat je zo eentje gaat winnen vanavond. Nou, dit is een mooie skinny zoals je ziet, met een beetje destroyed plekjes erop. We hebben ook andere varianten, ga ik straks ook laten zien. Daarbij heeft Miranda dan een heel leuk gilet. Dat is een mouwloos gilet uit de collectie van Mos Kopenhagen. Ja, erg leuk. Dat maakt het gelijk wat chiquer en wat gekleder van allemaal. Mooie lichtgrijze kleur en combineert natuurlijk ook heel makkelijk met alle tinten uit de collectie. Nou, daaronder zit een makkelijk sweatertje en die komt ook uit die collectie van Kenny S. Kijk eens eventjes hoe leuk. Een mooi licht sweatertje met een printje aan de voorkant. Een letterprintje zo daar half aan de onderkant. En een hele leuke capuchon. Want ja, hoodies die horen erbij dit seizoen. En deze hoodie is dan leuk geruit. Dus dan heb je gelijk alle trends te pakken binnen één item. Staat je leuk, Miranda? Dankjewel. Ik geef je het allemaal weer mee. Gaan we kijken naar onze andere Miranda. Kom er maar bij, Miranda. Jij hebt ook een hele leuke outfit aan. Met allereerst een prachtige jas. Deze jas komt uit de collectie van Milo, een mooie wollen jas. En hij heeft een hele mooie grote capuchon kraag. Ja, dat is het eigenlijk wel. Want je kan hem echt als capuchon gebruiken. Gaan we je nou niet aandoen natuurlijk, want dan heb je heel je haar in de war. Maar het is echt wel een capuchon, maar hij fungeert ook als een beetje als een kraag. Mooie bosgroene kleur. En met een beetje een zwarte draad er ook doorheen. Dus ook met zwart combineert dat allemaal heel erg mooi. Daarbij zien wij een topvestje uit de collectie van Monari. Leuk vestje, ook weer met een capuchon trouwens. Dat is dan wel toevallig twee achter elkaar. Ik zei het al, hè, capuchonnetjes zijn echt wel de trend dit moment. En dat heeft Monari ook heel goed opgepakt. Een leuke, deze twee tinten grijs. Het is dan een beetje antraciet met lichtgrijs. En daaronder hebben we dan ogenschijnlijk een heel eenvoudige top. En toch is die minder eenvoudig dan dat je in eerste instantie misschien zou denken. Want kijk, er zit een hele leuke mouw in. En ook deze komt uit de set van Kenny S. Kortje aan de onderkant, dus dan kan je hem nog een beetje laten blousen. En de broek, die wil je natuurlijk ook even zien. Die moet je misschien ook even inzoomen. Dan kunnen we beter het printje zien. Ja, daar komt hij. Heel klein printje. Deze broek uit de collectie van Parami. En wat zo fijn is aan deze broek, hij heeft wel een gewone knoop- en ritsluiting. Maar hij heeft ook een stukje elastiek in de taille. Dus dat zit heel aangenaam. Kijk eens wat fijn. Het is echt helemaal een elastieke boord. Dus dat zit super aangenaam. Nou, ik denk dat ik hem heb, Miranda. Kijk eens, alsjeblieft. En onze Natasja is er vanavond ook bij. Kom eens eventjes jouw mooie outfit laten zien, Natas. Ja, rood. Nou ja, en hier maak je gelijk een statement mee. Deze jas komt uit de collectie van Studio Anneloes. Een beetje een jasvest. Hè? Dat is iets wat je zo tussendoor kan dragen. En je kan hem ook zonder de riem dragen. Dan heb je meer als een overshirt weer. Heel erg leuk met die grote rode blokruit. Daaronder, zal ik de tas aannemen, zit een leuke blouse. Deze komt ook uit de collectie van Studio Anneloes. Hey, dat ruimt. En die heeft heel veel leuke roezeltjes. Hij roezelt vanuit de schouder helemaal over de arm. En hij roezelt ook langs de halslijn. Dus erg mooi uitgewerkt blouseje. En we hebben er een aantal varianten van. Dus zometeen zullen we daar ook nog een variant van voorbij zien komen. Deze broek, deze mooie jeans, mooie donkere wassing, ook van Garcia. Dus dit is eventueel ook een kanshebber voor jou om te winnen vanavond. En de broeken van Garcia die vallen goed op maat. Hebben wat extra ruimte in de taille, hebben we gemerkt. Dus mocht je een klein buikje hebben, dan heb je daar gewoon wat meer ruimte. En verder is dit model dan ook gewoon mooi aangesloten. Leuk afgestyled met dat zandkleurtje, mooi in de riem en natuurlijk in het laarsje van Fabs. En we hadden heel even overwogen om het blouseje te combineren met zwart. Want ja, pak je daar een zwarte broek bij. Toevallig hebben we er eentje hangen. Kijk, ook met zwart combineert hij heel goed. Want dat hele kleine printje wat erin verwerkt zit, is ook met zwart. Dus met zwart kan je hem ook heel goed combineren. En daar heeft Studio Anneloes natuurlijk heel goed over nagedacht. Denk je nou, oh, die moet ik hebben. Ik ga hem gelijk bestellen online. Wij hebben het blouseje zojuist online gezet. En de rest van de Studio Anneloes collectie, die nieuw is binnengekomen, die zet ik na de show gelijk online. Dus als je niet langer kan wachten, kan je hem dan bij ons bestellen. De maatserie is nu nog compleet. Zo is het, hè? Hey, dankjewel, Natasja. En Jennifer heeft zich omgekleed. Kom er maar weer bij. Lekker ingepakt in een mooie jas van Smashed Lemon. Mooi bouclé jasje. Deze hebben we misschien al een paar keer vaker voorbij zien komen. Want ja, dit is gewoon een hele makkelijke jas in de combinatie. Zeg je nou van, nou, ik wil wel een keer een ander kleurtje.
We hebben hem ook in het groen en in het lichtblauw binnengekregen. Nou, uitpellen. Ja, kom maar hier met de sjaal. Want hier moet je eens even goed voor gaan zitten. Moet je eens even kijken hoe zo'n geweldige jurk binnen is gekomen uit de collectie van K-Design. Ja, wat moet ik zeggen? Een prachtige kleurcombinatie. Dat knalroze met het rood. En ik kan alleen maar vertellen dat het knalroze de komende... Ik ga helemaal van stotteren. De komende tijd meer en meer voorbij zal gaan komen. Dan dat knalroze is echt een kleurtje wat echt een trend begint te worden. Mooie mouw inzet, goede lengte. En wat fijn is met deze jurken is dat ze gewoon makkelijk vallen. Pasvorm is goed. Je kan hem gewoon zelf wassen en het kreukt niet. Dus het is gewoon heel erg fijn. En Jennifer zei, deze is van mij. Dus wil je er nog gebruik van maken? Dan zou ik zeggen, ren morgen naar de winkels. Want deze eerste die is al verzegd aan Jennifer. Maar ik snap dat helemaal, want het ziet er super mooi uit. Dankjewel. Ik krijg ineens een kriebeltje. Ik begin het Spaans benauwd te krijgen. Want weet je nog, vorige week had ik enorme hoestbuien. En daar kwam ik ook niet meer vanaf. Ja, na de show natuurlijk wel, zou je net zien. Maar tijdens de show moest ik heel erg hoesten. Dus ik durf nu bijna niet te gaan hoesten. We gaan kijken naar Miranda. Want zolang ik niet hoest, kan ik gewoon kletsen en is er niks aan de hand. En ja, Miranda, leuk dat je deze jas even hebt gepakt. De allernieuwste uit de collectie van Smash Lemon. Een mooie wollen jas met een klein zigzagprintje. Ik weet niet of je dat kan weergeven, cameravrouw. Ja, dat komt goed in beeld. Mooi off-white met een beetje zand. Het is een wollen jas met een rits. Dat zie je niet altijd. Heel vaak hebben ze ook knopen, maar deze heeft lekker een rits. En ja, we willen natuurlijk ook even die print zien. Want dat doet Smash Lemon altijd zo leuk. Die heeft altijd van die leuke printjes aan de binnenkant. Dus dat zijn net van die kleine leuke details. Maar ja, wat zit eronder? Laat het ons zien. Haha, ja, dat is altijd gedoe, hè. Daar komt hij. Ja, nou, we hebben de Kenny S show lijkt wel vanavond. Maar ook deze outfit komt uit die collectie van Kenny S. Een hele mooie lange blazer, lekker sweatmateriaal. Dus het is heel aangenaam te dragen. En Miranda heeft ervoor gekozen om daar een spijkerbroekje bij te dragen. Komt ook uit diezelfde collectie. En is vooral hier weer heel erg leuk met een leuk ritsdetailje erop. En ook het t-shirtje past er natuurlijk perfect bij. Met mooi die camel goudachtige print er zo op. Dus al met al denk ik een hele leuke combinatie. En wat leuk is om te weten, van deze streep hebben we ook een broekje. Dus kan ook nog als pak heel erg mooi. Alsjeblieft! Zo, nou van de ene Miranda naar de volgende Miranda. En wederom geshowt met jas natuurlijk. Want ja, ik denk dat ik haast wel kan zeggen dat wij de grootste jassencollectie van de regio hebben. Dus mocht je op zoek zijn naar een mooie winterjas, dan denk ik dat je bij ons wel een hele grote kans van slagen hebt. Bijvoorbeeld deze. Een beetje zebra-achtige print zit hierin. Mooi grijs met off-white. En zit hier ook zo'n speciale voering in of deze dan weer net niet? Nee, deze is gewoon zwart. Nou ja, soms mag het ook gewoon rustig zijn. Maar ja, dat wat eronder zit, Miranda, ja, dat heeft natuurlijk even de aandacht nodig. Ook dit uit de collectie van Studio Anneloes. Ja, ik zei het al, ze hebben meerdere blouses uitgeleverd. En ook helemaal zo'n gaaf rood pak. Ja, als dat voor je is, dan stel je hier natuurlijk echt mee de show. Het is een blazertje, dat is niet helemaal de korte blazer, maar ook niet helemaal de lange blazer. Het is een beetje een medium lengte. En daarbij een broek, dat heet modelletje Kate. Dat is de Kate Trouser. Ik noem het er bewust even bij, omdat mensen die Studio Anneloes fans zijn, vaak die modellen allemaal zo herkennen. Ja, blouseje erg leuk ook. Die moet je eventjes laten zien. Kijk eens eventjes met zo'n mooie wijde mouw. En dat strikcentuurtje hoort er dus bij. Mocht je nou zeggen, nou dat vind ik allemaal niks, dan kan je hem natuurlijk ook eraf laten. Maar je mag hem ook op deze manier een beetje tailleren en een beetje op die manier ook laten blousen. En we hebben hem al door een aantal mensen vandaag aangezien. En het is een kleur wat heel veel dames mooi staat. En zeg je, nou ik vind het rood een beetje te veel van het groeien. Dan kan hij natuurlijk ook heel mooi met zwart. Dankjewel! Oeh, treffelstof, dus dat is heel soepel. Hij gleed mij bijna uit de handen, want dat is natuurlijk heel lekker glad. Natasja, kom er maar bij. Over treffelstof gesproken. Nou, Studio Anneloes is er natuurlijk enorm mee bekend geworden, maar inmiddels zijn er ook andere merken die het voeren. Bijvoorbeeld Enjoy. Toch een kuchje. Enjoy heeft dit... Oh, daar gaat het knoopje. dat is ook iets te veel van het gooien. Ik ben helemaal van leg. Een mooi travelpak. Het lijkt een jumpsuit, maar dat is het niet. Maar we gaan eerst even naar jouw blazer kijken. Want dit is een blazertje uit de collectie van Nucus.
We hebben deze al eens een keer helemaal als pak laten zien. Dus met een bijpassende broek. Maar het is juist ook leuk om te zien dat je hem op deze manier ook los van elkaar kan combineren. Maar ja, wat ik al zei, onder die mooie blazer zit dan dus dat... Ik ben bang dat het knopje zo meteen weer open schiet. Kijk eens even hoe leuk. Ik zei het al, ja, jumpsuits. Voor 2 weken geleden hadden we ook een leuke jumpsuit in de show. Daar werd meteen heel goed op gereageerd. Nou, dit is dus geen jumpsuit, het is tweedelig. Dus ik kan het blouseje losdragen van de broek en andersom. En ja, ik kan me zomaar voorstellen als je dit aan de bovenkant zo draagt met een zwarte broek of met een jeans, dat het ook heel erg leuk is. Dus je kan heel veel combinaties maken. En het goede nieuws is ook dat beide, het hele pak, zeg maar, de blouse en de broek, ook in het zwart verkrijgbaar zijn. Zo, nou, alsjeblieft een tas. Leuk. Nou ja, alle gekheid op een stokje, het is natuurlijk wel een hele leuke outfit. Eens even zien, wie hebben we dan? Ja, weer onze mooie Jennifer. En we zeiden vanavond tegen elkaar, Jennifer, jou staat ook echt alles. Daar was het zelf niet zo mee eens, maar wij vonden van wel. Dus neem het nou maar gewoon van ons aan, Jennifer. En wat jij hier laat zien, komt uit de collectie van Pools. Ja, mouwloze dingen. Ik heb het al heel vaak gezegd. Of het nou blazers zijn of een beetje meer die bodywarmer-achtige dingen. Ze zijn helemaal hip. En dat heeft Pools ook heel goed begrepen. Een hele mooie army-groene kleur. Hij is doorgestikt. En in eerste instantie kan je misschien denken, oh, is dat niet wat veel? Maar hij is echt heel dun en soepel. Dus het is echt heel goed binnen te dragen. Daaronder een leuke top. Het is een gewoon lekker t-shirtjes materiaal met een mooie print. Ja, en leuk inderdaad dat ritsje. Dus ik krijg een beetje het effect van een schipperstrui. En ook daar zal je de komende tijd meer van gaan zien. Want het schipperstrui model is ook helemaal van deze tijd. De broek die je daarbij draagt, Jennifer, is van Opus. Ja. En als je die even wilt inzoomen, dan zul je zien dat het een ripje is, corduroy. Echt zo'n babycord, heel fijn. En een hele mooie lichte zandkleur. En dan sprak ik vandaag toevallig een mevrouw. Ze zei van, oh, wat een lichte kleuren voor de winter. Ja, dat mag. En dan mag je dus gerust zo'n lichte broek dragen in de winter. Want juist ook in zo'n corduroy materiaal doet het natuurlijk wel heel warm en gezellig aan. En prachtig natuurlijk met deze army groene kleuren. Wil ik even benadrukken. Zeg je, oh, ik vind zo'n lichte broek niet helemaal mijn ding. Er zit ook mooi blauw in. Dus met een jeans kan het heel goed. En met een zwarte broek natuurlijk altijd ook. En dan geef je toch een heel andere stijl gelijk weer. Dankjewel, leuk. En dan komt de laatste ronde van Miranda vandaag. Dus nog niet de allerlaatste ronde, maar wel jouw laatste ronde, Miranda, hier vanavond. Deze outfit, ja, hier moeten we ook even goed naar kijken. Want het is weer een merkenmixje. We hebben een leuk nieuw jasje binnengekregen. Die komt uit de collectie van Enjoy. Dat is deze die jij aan hebt. En wat zo leuk is hieraan, hij heeft een beetje een leather look. Maar het is natuurlijk geen leer. Het is heel soepel, zit ook heel veel stretch in. En leuk, zo'n grote opgestikte zak. En een tunneltje hier, dus je kan hem ook dicht dragen. Een beetje als blouse. En dan mooi tailleren en strikken aan de voorkant. Maar zoals jasje kan hij dus ook heel goed. Dus je kan er weer alle kanten mee op. Daaronder een jurk uit de collectie van K-Design of K-Design. We weten allemaal nog steeds niet zo heel goed hoe je het moet uitspreken, maar ik vind alles goed. Ja, dit is ook weer een prachtig plaatje. Totaal iets anders dan wat Jennifer natuurlijk vanavond aan had met dat rood-roze. Dit is mooi zwart met een beetje camel. En dat super schattige riempje die daarbij zit, die krijg je erbij. Het tasje kan je er ook afhalen. Je kan hem natuurlijk ook in zijn geheel vervangen voor een andere riem. Maar dit is wel het setje zoals je hem dan eventueel zal gaan kopen. Goede lengte ook, lekker tot over de knie. Val niet over de sjaal zometeen hoor, want dat moeten we niet hebben. Geen gebroken benen. Goede lengte over de knie, die half lange lengte. Dat is absoluut een lengte wat we de komende tijd nog gewoon lekker blijven zien. Dankjewel Miranda. Oh, we hebben bijna een botsing. Klaar voor? Ja, klaar voor. Een mooie lichte outfit van Miranda. Nou, ik zei het al, lichte kleuren, ook voor de winter. En ja, hiermee kan je ook gelijk zien dat je toch een winters gevoel krijgt. En dat heeft alles te maken met de materiaalkeuze. Allereerst het overshirt van Opus. Het is niet zo'n mega overshirt, hij is niet mega groot. Hij is echt wat meer aangesloten, maar wel een hele gezellige teddy. En een beetje zo'n krulbondje zou ik haast willen zeggen. Maar wel heel soepel, ongevoerd. Dus echt zo'n lekker tussenjasje. Daaronder een mooie trui. Ja, truien heerlijk. Nou, als je dit seizoen niet een mooie trui kan vinden, dan weet ik het echt niet meer. Want we hebben heel veel leuke truien in de collectie. Deze bijvoorbeeld een wat rechter modelletje. Zit dus wat lekker losjes om je heen. Een mouwlengte waarvan je denkt van, hé, is die niet te kort? Maar het is een beetje zo als deze mouwlengte ook bedoeld. Hij moet niet super lang. Hij is ook omgeslagen. Dus precies zoals het stijltje hoort. Met een losse kool. Die komt uit de collectie van Opus. En de broek die Miranda daarbij draagt, die komt uit de collectie van Nukus.
Nu moet ik daar even wat bij zeggen. Want ik weet niet of je ons ook volgt op de stories op Facebook en Instagram. Maar deze broek krimpt. Behoorlijk ook. Ik heb hem zelf getest als flarepijp. In de was gedaan, uit de was gehaald. En hij was 10 centimeter gekrompen. Dan kan je zeggen, nou dan hoef ik hem niet. Dat begrijp ik. Maar de truc is even erop gaan staan. Dus je doet hem echt even onder je voet. En je trekt heel die broekspijk even goed op. En dan heb je hem op de goede lengte. En dan kan je hem dus gewoon weer dragen. Dus die stof die heeft die krimp. Maar je rekt hem daarna dus ook gewoon weer prima uit. Maar je moet even weten dat je hem koud moet wassen. Nou ja, dat geldt ook voor deze. Dus ik wil het er toch even bij zeggen. Want het zou jammer zijn als hij per ongeluk met 30 graden meegaat. Mooie biesje langs de zijkant. Geeft toch mooi dat lengte effectje. En wat fijn is aan deze broek is dat hij een elastische boord heeft. Dus hij zit ook nog eens super aangenaam. Kortom, een leuke outfit. Met mooie lichte kleuren. Dankjewel. En dan hebben we nog een rondje van Natasha te goed. Kom er maar bij. Nou, stralend in allerlei mooie kleurtjes. Allereerst gaan we even kijken naar jouw jasje. Dus het allernieuwste leren jasje wat binnen is gekomen. Uit de collectie van Gypsy. Mooie stoere ritsen. En hij is niet zwart, hij is donkerbruin. Dus dat moet je even weten. Maar je ziet wel, Natasha heeft hem hier gecombineerd met zwart. Dus dan pakt hij dat ook echt wel goed op. Maar als je hem heel goed gaat bekijken in het daglicht, dan is hij heel mooi donkerbruin. Een beetje geused, hè? Dus je krijgt een beetje die fale stiksels, een nadergevoel. Maar dat is precies hoe die hoort. En ja, ik zeg het wel vaker, zo'n leren jasje wordt eigenlijk alleen maar mooier in het dragen. Nou, wat ook mooi is, is dit jurkje. Ja, een prachtig jurkje uit de collectie van Juffrouw Jansen. Natuurlijk hier ook bij ons in Dalfsen verkrijgbaar. Eerder zagen we hier al een blousevariant van en nu hebben we dan ook het jurkje binnengekregen. Ja, het is een heel mooi boeketje zo samen. En ik weet het eigenlijk niet hoor, maar misschien zou je hem ook zelfs binnenstebuiten niet, maar wel achterstevoren kunnen dragen. Want dan heb je dit aan de voorkant. Is denk ik ook leuk, maar dat zouden we nog even moeten testen. En dat doen we niet nu. Hè? Gelukkig. Er zit een centuurtje bij in dezelfde stof, maar je kan dus ook zo'n losse centuur bij pakken. Dat is zo'n elastische, ik heb hem zelf ook om. Dus dat zit heerlijk en dat zorgt toch voor wat extra taille effect. En ik denk dat het een hele mooie combinatie is op deze manier. Jij bent klaar voor een feestje, alsjeblieft. Zo, hè? Nou, dat was een heel verhaal weer. Ik krijg een kaartje, ja, geef maar alvast. Maar ik ga natuurlijk ook nog even vertellen wat ik zelf vandaag aan heb. Merkenmixje ook weer. Ik heb een truitje uit de collectie van Smash Lemon. Korte truitjes zijn dat. Die hebben we in het zwart, ecru en in deze leuke groene kleur. En je moet weten dat als jij dit op een broek draagt, dat die echt wel tot... Dan moet je een hoge broek aan, want anders dan is het truitje te kort. Maar hij is dus ook leuk op over jurken en bij rokjes. Nou, dit rokje komt uit de collectie van Lofty Manor. Hebben we hier in Dalfsen hangen en in Emmen. En niet in de andere filialen vooralsnog. Maar je kan hem ook bij ons natuurlijk online vinden. Mocht je hem dan online willen bestellen, neem hem een maatje groter dan normaal. Want hij valt heel klein. Dat is met Lofty Manor sowieso een beetje. Dan wil ik ook nog heel even de aandacht voor mijn panty. Ja, misschien een beetje een gek onderwerp. Maar ja, als je een rokje of een jurk draagt, dan wil je ook een mooie panty dragen. En bij ons vind je de panties van Oro Blue. Dat zijn sowieso fijne panties. Dit is de allernieuwste. Dit is een 30 DJ. Dus hij valt mooi tussen je 20 en je 40 DJ in. Als je nog soms dus een beetje twijfelt, is dit een fijne dikte. En anders dan de andere panties is deze mat. Dus hij is niet zo echt zo glanzend. En dat geeft een beetje een stoerde effect, vind ik dan zelf. Dus de 30 DJ mat. Ook op ons webshop te vinden. En dat is als laatste natuurlijk weer die Chelsea boots. Gevlochten Chelsea boots van het merk Dwars. En helemaal echt leer, dus die zit ook nog eens hartstikke aangenaam. Nou, dan gaan we nu een winnares bekendmaken. Ik heb jouw naam wel vaker voorbij zien komen, dus volgens mij is het een trouwe kijker. En degene die hier in Dalfsen een mooie Garcia broek mag uitkomen zoeken, dat is Ria. Ria Wanders. Nou, gefeliciteerd Ria. Ik hoop dat jij er blij mee bent, maar dat zal vast, want jij hebt gereageerd, dus je wilde graag winnen. Dus kom er maar een leuke uitzoeken. Wilde ik nog iets vertellen? Even denken. Nou ja, het is Shoptober. Dat wilde ik vertellen, natuurlijk. Shoptober. Nou, wat houdt dat in? Op het moment dat je bij ons in de maand oktober iets koopt ter waarde van 100 euro, dan krijg je van ons een cadeaubon ter waarde van 25 euro. En dat is een november cadeaubon. Dus die kan je dan in de maand november besteden. Nou, dat is leuk, want dan heb je nu wat nieuws en straks weer eens wat nieuws. En dan blijft het iedere keer lekker verrassend. Dus dat is wat wij nu als actie hebben lopen. En die geldt ook online en natuurlijk in al onze winkels. Goed, nou, ik heb denk ik weer genoeg gekletst voor vanavond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het ons vooral nog even weten wat je ervan vond. En dan wens ik je nu een fijne avond. En dan hoop ik dat je volgende week weer kijkt vanuit
Emmen, volgens mij uit mijn hoofd. Fijne avond en dankjewel.